Ja, ik heb wel een jongen in de klas die heet Stijn. En als kinderen dan ruzie hebben, dan probeert hij ook ze een beetje uit elkaar te halen. Breder nu. Je weet het meteen. Heldendaden worden vaak toegeschreven aan volwassenen. Maar ook onze kinderen en jeugd kunnen er wat van. Op 20 november, tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, reikt de gemeente voor het eerst de kinderlintjes uit. De kick-off vond plaats op Basisschool Sint-Maarten. Wethouder Marianne de Bie. Heng hier samen met de schoolkinderen de eerste promotieposters op. Nou, wij vinden echt dat uh, datgene wat kinderen uh, doen uh, aan bijdrage leveren. zeg maar om onze samenleving, onze stad mooier te maken. dat dat wel wat meer in het zonnetje gezet mag uh, worden. Het lijkt zo gewoon dat kinderen helpen. Om uh, gewoon mensen te helpen of om de buurt mooier of leefbaarder te maken. En daar staan we te weinig bij stil. Dus vandaar dat we deze campagne zijn gestart. Meld een held, want dan kunnen we die kinderen die echt even de uh, bovenuit steken, die even iets bijzonders doen, wat meer in het zonnetje zetten. Wie is voor jou nou een echte Breda'se held? Um, ik denk dat wel een jongen uit mijn straat, die laat ook altijd de hond van de buren uit, omdat die dan niet thuis zijn. Ja, ik heb wel een jongen in de klas die heet Stijn. En als kinderen dan ruzie hebben, dan probeert hij ook ze een beetje uit elkaar te halen. Ik weet niet echt iemand, maar gewoon mensen die oude mensen helpen. Ja, wat en... vind je van deze actie van Gemeente Breda? Ik vind het een goede actie. Want ja, ik vind eigenlijk wel dat kinderen meer oudere mensen mogen helpen. Het gebeurt wel, maar het mag eigenlijk meer gebeuren. Ik denk dat het wel goed is, omdat kinderen dan. Ook die iets doen, dat die dan ook beloond worden. Omdat kinderen die dat doen, die worden nu niet beloond. En dan denken ze: ja, dan doe ik het ook niet meer. Ik vind wel een goede actie om kinderen ook zeg maar iets te laten doen. Zoals? Uh, mensen helpen en gewoon klusjes doen. Een hele goede actie voor kinderen. En waarom? Omdat ze dan ook leentjes kunnen verdienen, niet alleen oudere mensen of volwassenen. Breder nu. Je weet het meteen!